Zo zijn de paarden inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En daar heeft inmiddels Floris Baldwin afscheid genomen van het veld. Floris Baldwin die loopt weg bij het veld. Op de tweede plaats Excellent Legume. Buitenzijde komt Excuse Me. Daar komen andere paarden aan de buitenzijde. Daar komt ook Deposito. En ze zijn in de laatste rechte lijn. Leiding is daar voor Floris Baldwin. Aan de buitenzijde komt Excellent Legume nu dichterbij. Floris Baldwin, Excellent Legume. Daarachter Excuse Me met finesse. Ze gaan op weg naar de streep. En de leiding is en blijft voor Floris Baldwin. Daarachter Excellent Legume. Daarachter finesse. Nog net voor Urktel. Rio and then Excuse Me. De start is gevallen. Duel om de leiding, dat wordt gewonnen door Falco. Dat is voor het eerst in zijn leven. Maar aan de buitenkant gaat Floris Baldwin er gelijk overheen. Daarachter ligt Excellent Legume. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. En de leiding wordt daar overgenomen door Floris Baldwin. Falco ligt tweede. Derde plaats daarachter aan de buitenkant Excellent Legume. Vierde aan de relingzijde is Urktel Rio. Op de vijfde plaats Excuse Me. Zesde plaats daarachter aan de relingzijde Florida Transair. Daarachter volgt dan Canisaris Boko met finesse. En dan valt er een gaatje naar twee paarden die daarachter wat zijn begonnen. Dat zijn Fantastico Boko en Deposito. Het gaat hard aan de overzijde. Het is Floris Baldwin die leidt. Floris Baldwin, daarachter op plaats 2 Falco. Eerste paard aan de buitenkant is Excellent Legume. Daarachter aan de relingzijde Urktel Rio. Krijgt vandaag de koers uit het veld. En daarachter Excuse Me. Daarachter gaat naar het tweede spoor Florida Transair. Binnendoor kan dan opschuiven Canisaris Boko, maar dat kan nu niet meer, want Florida Transair gaat terug naar binnen. Finesse komt nu aan de buitenkant op. Daarachter Deposito en een paar lengte daarachter. Heeft wat moeite met dit tempo, lijkt het wel. Fantastico Boko. Zo gaan de paarden de linkerbocht door, komen de rechte lijn voor de tribune in. Tempositie naar beneden gegaan en Floris Baldwin leidt. Floris Baldwin, buitenkant wordt sterk gehouden, Excellent Legume, dus het tempo is echt naar beneden gegaan. Daarachter volgt Falco, dan aan de buitenkant Excuse Me, heeft een hele mooie positie. Hetzelfde geldt voor finesse. Urktel Rio ligt helemaal vast aan de relingzijde. Dat is het risico van een koers uit het veld. Daarachter volgt aan de relingzijde ook Florida Transair. Dan Canisaris Boko met Deposito en een paar lengte daarachter Fantastico Boko. Zo zijn de paarden inmiddels in de slotronde, 900 meter te gaan nog. En het is Floris Baldwin die leidt. Floris Baldwin, Excellent Legume. Daarachter aan de relingzijde Falco. Daarachter volgt Excuse Me. Dan Urktel Rio, die nog geen kant op kan. Daarachter aan de buitenkant Finesse. Daarachter Florida Transair, Canisaris Boko, Deposito en Fantastico Boko. Laatste keer in de rechte lijn overzijde, Floris Baldwin nog altijd. Aan de buitenkant Excellent Legume, die voert de druk op. Falco daarachter probeert de rug te houden van Floris Baldwin. Dat lukt nog niet helemaal, maar die komt nu weer terug aan de relingzijde. Daarachter volgt aan de buitenkant Excuse Me. En daarachter wacht nog altijd op ruimte Urktel Rio. Ze gaan de paarden de laatste bocht in. Leiding is nog altijd in handen van Floris Baldwin. Floris Baldwin, Excellent Legume aan de buitenkant. Daarachter Excuse Me, dan Falco. En daarachter komt aan de buitenkant nu naar voren Deposito. Die gaat door het derde spoor. En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de Tjarda. En daar heeft inmiddels Floris Baldwin afscheid genomen van het veld. Floris Baldwin die loopt weg bij het veld. Op de tweede plaats Excellent Legume. Buitenzijde komt Excuse Me. Daar komen andere paarden aan de buitenzijde. Daar komt ook Deposito. En ze zijn in de laatste rechte lijn. Leiding is daar voor Floris Baldwin. Aan de buitenzijde komt Excellent Legume nu dichterbij. Floris Baldwin, Excellent Legume. Daarachter Excuse Me met finesse. Ze gaan op weg naar de streep. En de leiding is en blijft voor Floris Baldwin. Daarachter Excellent Legume. Daarachter finesse. Nog net voor Urktel Rio. En dan Excuse Me.